En er moet, het gaat liefde, Rotterdam, seks. Ja. Dus dan is, kijk... Zinderende seks. Ja, dat is voor mij American Honey. American, ik ken die film niet. Van Shia LaBeouf, die heel vaak negatief in het nieuws is... omdat het toch een redelijk rare knakker is. Fantastische roadmovie over een beetje losgeslagen jongeren in Amerika. En dat is zo zinderend en sensueel en warm gedraaid. En die hartklop die in deze scène ook zit... dat heeft ook met licht te maken. Dat heeft met ze rijden hier auto en beginnen aan het vrijen al tijdens het rijden. Het is zo intiem gedraaid. Je voelt dat deze mensen verliefd op elkaar worden. Dat is ook in het echt gebeurd. Deze hoofdrolspeelster die voor deze film ontdekt is... nog nooit gespeeld had, van de straat geplukt. Ja, ik zie het niet zo goed. Nee, zometeen zie je er wel wat gebeten. Okay. Sasha Grey. Yeah. Ja, oh. Nou, het is een fantastisch sensueel. Je bent zo dichtbij ze. Je voelt zo wat zij voelen op dat moment. En het is heel moeilijk om seks goed te draaien. Om intimiteit, om lust goed te draaien. En dit is dan heel inspirerend qua licht ook. Dus daar wil ik ook iets van gebruiken. En dat laat ik dan aan de cameraman zien. Praten we erover, herschrijven de scène. Willen we dat licht hebben, dan moeten we wel rond... in de zomer rond 9:30 draaien. Klopt. Dus dan zit je wel weer vast aan een bepaalde tijd. Heeft het weer met planning te maken. Dus ja, zo zoek je naar je inspiratie en probeer het mogelijk te maken. Volgens mij word je hier heel blij van. Volgens mij word je hier het te gek. Word je misschien hier nog blijer van, omdat het een afwisseling is, dan acteren? Even. Nou, wat ik wel leuk vind is dat je echt met spelen kan ik ook wel echt in een tunnel raken en er volop mee bezig zijn. Maar nu ben ik met zoveel dingen tegelijk bezig. Met kostuum, met acteurs. Ik ga volgende week casten. Dan ga ik allemaal mensen zien die mijn scène, die ik samen met Robert Albrink Tijm, die begeleidt mij. Een hele goede schrijver van Adam en Eva. Waar we ook een plaatje van zagen op het moodboard. Die begeleidt mij. En dan schrijf ik een scène voor die casting. En dan gaan mensen dat spelen. En dan ga ik ze, ja, ga ik voor het eerst horen wat mijn woorden doen. Of dat werkt. Je hebt ook een scène uit Seven. Ja. Waarom die scène? Nou, wat, ik wil een heel groot conflict eigenlijk laten zien in mijn film. Het gaat aan de ene kant over, het gaat over de wil om te zijn wie je wil zijn. De moed om te zijn wie je wil zijn. Dat is een heel belangrijk thema in mijn leven, om jezelf te durven zijn. En dat zit in, deze, in mijn verhaal zit dat heel sterk. En er zit ook een heel, daar hoort een conflict bij. En het conflict in Seven is zo mooi verteld. De slechterik in het verhaal, die laat eigenlijk, die wil een lesje leren aan Brad Pitt en de andere inspecteur Morgan Freeman. De mensheid is slecht. Iedereen die een zonde begaat, die pak ik. Er zijn 7 hoofdzondes. Iemand die ijdel is, een model bijvoorbeeld, die maak ik af. Iemand die te veel eet, vraatzucht, die maak ik af. En uiteindelijk heeft alle 6 de zondes uitgevoerd en dan nodigt hij ze uit in de woestijn en dan zegt hij: de laatste zonde, daar heb jij iets mee te maken. De figuur van Brad Pitt moet dan daar naartoe komen. Dan staat er een doos en dan komt hij erachter dat het hoofd van zijn vrouw daarin zit. En de zonde die misschien begaan zal worden, als de seriemoordenaar gelijk krijgt, zal er wraak begaan worden door Brad Pitt. Oh. Maar misschien doet hij het niet en dan verliest de seriemoordenaar. Dus Brad Pitt komt in een ongelooflijk conflict terecht. En dat speelt hij zo waanzinnig mooi. Dat is zo intens gedaan. Dus laat maar even kijken. Seven. I took a souvenir. Her pretty head. Alfred. What the fuck is she talking about? Give me your gun. What's going on over there? Put the gun down. I saw you with the box. What was in the box? She begged for her life, detective. Shut up! She begged for her life. Shut up. And for the life of the baby inside of her. Shut up! Jij legt de lat hoog. Ja, maar kijk, je moet je laten inspireren vervolgens. Dit gaat me nooit lukken. Nee, weet ik. Maar ik vind het mooi juist dat je de lat hoog legt. Ja, maar dat is wel leuk. Ik heb vandaag de hele dag met Steven Polman, mijn cameraman, en Riecht Martens, mijn regieassistent, die ik al jaren ken. Vanaf mijn 6e al. En we zijn samen bezig om dit te bouwen en inspiratie te zoeken. En
de helft zal niet lukken omdat het niet kan productioneel, of omdat het ineens niet zonnig is terwijl we zon nodig hebben voor die sensualiteit, ja, die je net zag. En dan zal het een hele grijze dag zijn met miser. Ja, dan sta je. Maar lijkt je een beetje Maarten, wat hij net zei, als ik een doel heb, dan ga ik er gewoon voor. Dan ben ik gewoon wat die... Ja, ik bedoel, ik kan me niet meten aan, het is zo'n ongelofelijke prestatie. Maar in de zin van dat je zo gefocust draait. Ik slaap ook heel licht. Ik heb een boekje naast mijn bed en dan schrijf ik ineens midden in de nacht dingen op. Die dan de volgende dag complete onzin lijken. Dan denk je, wat heb ik nou in godsnaam geschreven? Pauw, als een pauw. Dan bedoel ik dus de pauw. Dan had ik dus een gedachte over die veren van die pauw die open flappen. Maar wat ik daar dan mee bedoelde, geen idee.